Kan je revive me? Ja, maar hij zit achterbij aan. Hoe moet ik jou reviven dan? Want hij... Oké. Oh, crap. Ik heb nog 20 HP. Run away. Hij is fucking moeilijk te killen. En ook nog andere zombies komen ons af. Ja, maar die kunnen we goed killen. Bam! Zo okay. Doe je dat. Oh shit. Run. Oké. Okay. Wacht eens hij nadat hij charge heeft. Auw, oké. Dat was dus niet slim. Chaka! Slaan. Kill hem. Steun van zijn armor is af. Hij is dood. Looten. Wow, what the fuck? Waar ben je? Ik ben dood. Hij ontplofte. Oh. Toen ik hem zat te looten. What the fuck gebeurde er? Ik ben alweer. Heb ik de... Oké, ik had een hamer op inderdaad. Help. Momentje, beter wapen selecteren. Ik kom eraan. Daar is super zombie. Kijk, snel. F was het. Kom aan, nee hoor. Auw. Oké, ik heb de goede hamer geselecteerd. What the fuck? Stomach. Gas. You have provided some quality entertainment for my men. Too bad it's a one-time performance. Dave, we beginnen langzaam. Only prolong the inevitable. I know. But try to make the best of it. Weet wat we in ons zak hebben nog, hè? Ja. Let no one say I never gave you anything, Crane. You didn't give anything. Je nam meer dan gaf. Ja, precies. Oké, wat nu? Take the medic kit. Oké, H was er nou toch? Wacht. Waar? Take the medic kit. Oh, dus knives zit eigenlijk voor je. Waar? Very nice. Oh ja, overal ligt het gewoon op huis. Oké, het ligt hier denk ik. Oh, zie je dat zien. Your skills no longer come as a surprise, Crane. The GRE selects its operatives well. Shit. Lower the platform. Hij weet wie we zijn. Dat sowieso. Drop the weapon. Chaos, Crane. Chaos is the one true order of things. But to pretend otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Bassam, can you hear me? Loud and clear. Publish the file. Right away, sir. And there. Easy there. You just doomed thousands of innocent people. That's what you get with your fucking chaos. You don't know what was on that file, do you, Craig? Hij is dan de leider van GRE. Prove my point for me. The GRE plans to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you have become their trained monkey. Pathetic. All right. Kill him. That skills. What the fuck gebeurt er net? Sinds wanneer kan ik zo badass dingen? Doc, come on, let's get you out of here. Crane, save these people. They don't deserve all of this. You, give me that torch. Ow. What are you swine waiting for? Shoot him! I'm sorry, Doc. Oké, okay. Denk dat we rennen om voor het leven moeten. Oh shit, nu ga ik naar de wedstrijd op het moment als dit.
Jesus! Oké, ik spring nu in één keer heel hoog. Die kant. Daar omhoog. Oké, ik zie de weg al. Oh fuck! What the fuck was dat? Een ontploffing! Oh shit! Oh my god! Oh my god. Go! Oh, ik zit hier vast. Shit, almost got me. Go, 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 go. Oh shit. Oh, fuck, I'm dead. Oh my I'm god. Dead. I'm through it. Waarom ga ik altijd dood? I don't know. De fucking explosie komt direct in mijn gezicht. Waar de hel ben ik? Oh, kwaad, ik ben hier helemaal beneden hier. Ah. Oh my god, oh my god. Alsjeblieft, geen explosie meer in mijn gezicht. Lukt het een beetje met vechten, Dave? Fuck! Ben je dood? Dave? Ik ben dood. Oh. Dan ben je niet, ben je niet de enige. Kun je er best rustig het overrennen? Het ging zo goed. Mij niet zo, ik kreeg ze elke explosie direct in mijn gezicht. Waar moet ik naartoe? Die kan nog. Ja. Here we go, here we go, here we go, 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 go. Neem deze bovenweg. Ik neem de onderweg. Oh, zoveel explosies! Just keep running. Just keep running. Just keep running, running, running. Wat de... Oh, dat is water, gelukkig. Water, ja. Hier omhoog. Oké, okay, ik ben verder. Zombies hier. Ik zie bijna niks aan het water, laat maar rennen. Ik wil wapens Zaglam. Terug. Oké, okay, denk dat ik goed ga. Denk ik. Hoop ik. Hoop het ook. Hé, hey, dat is de weg waarvoor we binnen zijn gekomen, dus. We zijn zo wat ontsnapt. Ik vond nog steeds af wat op die files hebben gestaan. Een achievement gehaald. Weet jij wat erop stond? Sprintjacht. Hier naar boven. Ja, hier. Hier is de deur. Weet ik wat op leeg. Weet ik wat op leeg. Ik sta er. Oh. Oh. Kom, daar ben ik al. Give my fucking weapons back. Now I gotta haul ass back to Brecken. But Sarah... Sarah is helaas dood. Kijk, achievement na achievement. Je moet het nu nemen, gozer. Mm-hmm. Ik zie bijna niks meer. Ik zie nu alweer wat. Oké, we zien hem weer persoonlijk. Kunnen we weer rennen? We moeten zo snel mogelijk terug als we kunnen. We zijn zoveel buiten ademen. Come on. Kan ik niet meer rennen? Nee, ik kan alleen lopen. Yo, wat? Ja. De drama in deze acropolis. Ja. Yo. Kom op. Ik kan niet meer rennen. Kan jij nog rennen? Nee. Oké, okay, dus we moeten 200 meter. Dat is... Oh, oh, ik ben nog iets gebeuren. Take that freaking thing, man! Oké, okay, dat is slechter en slechter zien tot we bij een bepaald punt komen. Oh, daar zijn zombies naar beneden. Dus die weg neem ik liever niet. Ik denk dat we een vaste route moeten nemen om deze weg te pakken. Het gaat me nog best goed af hier. Dan mag hier gaan we even door. En Chaka! En okay. Chaka, yo, I need your, a little bit your help. Ik kom hier niet weg. Oh, wauw! Kom hier niet weg? Nee, ik kom hier niet meer omhoog. Oh, fuck, 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 fuck! Sorry, zombie. Dave, ga wegrennen, gewoon weglopen. Shit! Niet nu! Shit! Kom op, wat doet het zo pijn? Waarom gaat alles zo fout? Bam! Zeg niet, oh crap, ik kan nauwelijks lopen. Come on. Achter je, Dave. Bam! Op zo'n zombie. Bam. Hier overheen. Come on. Ja, kost wat buiten adem. Hoe vaak krijgen we dit nog? Sarah is dead. Kan ik hier oplopen? Oh. Oh. Kan het zien? I think so. Shit. Wat gebeurt er?
You all right? Oh, where am I? I had to hide you at the pier. Half of Rise's men are after you. Whatever you've done, it's really put them on the warpath. I have to talk to Jade. Zara, he gave her his research. She took it to Camden. Well, she tried to. Camden radioed that Rise's thugs had found his lab. So he flooded it with biters and barricaded himself in the middle. Now he's trapped. Then the connection failed. We haven't been able to raise him since. I'm going after her. How is she getting in? That part of town is sealed off. There's a group called the Saviors that smuggles people through. They have a den at Nico's bar in the Cauldron near the highway. The contact's name is Jenk. Do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago. There won't be any more. We're out of time, Crane. Shit. All right. I don't know if I can fix this, but I'm sure as hell gonna try. You know, most men in your situation would crawl into a hole and hide. Hats off to you, mate. And good luck. Eindelijk een goeie. Mm-hmm. Something happened in the school. Hey, Crane. Here's your gear. Best regards from Kareem. Kareem, huh? If you see him, thank him for me. Oh, we hebben ons gear terug, onze wapens en alles. Klopt dat? Nee. Nee, fuck. Oh, wacht, de tas hier. Oh! Alles zit erin. Alles. Haha, my lovely! Oké, ik ga eerst alles ontmantelen, want... Yo! Ik ga je vertellen. Ja? Ik heb 1 gaspijp, 2 gaspijp, 3 gaspijp, 4 gaspijp, 6 gaspijpen! Die ga ik even allemaal ontmantelen. Dave! Ja? Vind je dat deze man mooie borsten heeft? Vind jij dat hij mooie borsten heeft? Met haar? Ja. Good luck! We gaan weer verder. We hebben die inventory. Maar even alleen. We hebben die inventory en alles gedaan. En als jullie nog wel even snel zien, wil ik even de skills laten weten welke ik ga pakken. Van Powerwall pak ik deze hier. Dan kan ik een hard attack doen met mijn melee weapon. Dan ga ik meestal een pistool eigenlijk gebruiken in de toekomst. En van de survival ga ik deze pakken. Dan kan ik effects op mijn explosies doen. Dus poison en bleeding. En dat is heel handig tegen bazen. Maar goed, welke quest hebben wij nu? Heb ik even niet meer. Ja? Hier is nog een uitroepteken. Die wil ik even... Oké. Hier is die, van deze. Somebody's in the school. Our scout spotted people entering the building. Oh ja. Oké. Dat was ook zo. Ja. Zullen we eventjes beginnen met wat sidequests weer af te ronden? Ja, is goed. Eens kijken. Quest, we hebben er 4 nu. Oké, let's go! En, yo. Ja? Fan had ook nog gezegd, je weet toch snijwapens waarmee je dingen snijdt? Ja. Daarmee heb je heel vaak kans dat je een zombie, meerdere zombies door midden snijdt volgens hem. Dus dat wil ik ook een keer uittesten. Oké, dat is wel een handige tip, ja. Ik ga nu even naar die ene plek toe. Op, en dan krijg ik in het water gevallen. Gelijk een mooi duikje te nemen, hè. Heerlijk. En weet je? Ja? Je, bijvoorbeeld vuur... Oh, er is hier iemand in nood. Oh, wacht, moet even redden. Ja, ja. Zo, het enige wat ik het een beetje aan het spel vind is soms het wazige wat je soms ziet. Dus door het water bijvoorbeeld. Ja, of door bloed, dat je dan niks ziet. Dankjewel. Nou, niet veel geld. Even kijken of ik Er was gaan. Geen geld trouwens. Fuck. Maar jou? Oké. Okay. Is het bad, ja? Wat ik ook irritant vind, hè. Ik heb, ja? Wat aan de andere kant ook wel fijn. Zo, zag je kapot gaan? Of schopte jij hem ook? Ik schop hem ook. Oh, oké, we deden het dus gelijk. Maar je hebt bijvoorbeeld een vuurwapen van je wapen gemaakt. Heb ik gedaan? Ja. Dat is soms irritant, want dan gaan ze in de fik. En dan kan jij ook in de fik raken. Oh, daar heb okay. ik daar eigenlijk de laatste tijd ook niet zo druk om gemaakt. Maar aan de andere kant denk ik van ja, dan kan ik beter iets wat dezelfde damage doet. Dag Arm. En, ik zit constant te trappen. Maar wat uiteindelijk... Oh, wacht, die wil ik zien! Yo, aan de kant! Oh shit! Troy. Yeah, she called to thank me after I got the antenna towers working. You should contact her when you get there. Good idea. Thanks, Brecken. Right. You take okay. care. Hem hier praten? Dat is hem hier. What's on your mind? Oh, spel's bevroren. Some okay. advice. If you're going to be a runner, you should go talk to the witch. You mean the woman who claims the infected won't attack her? It was just after midnight when this old woman walks right up to the gate at the bazaar and asks to come in. And there were infected around? Yes, they were all over.
but they didn't seem to notice her. She just walked right past them, calm as a cloud. I tell you, I couldn't believe it. You should talk to her. For the job you do, she could really help. Oké, dus de tweede persoon die over een witch praat, die ben ik heel erg geïnteresseerd erin. Ja, ik ook. Nou, hier zijn nog meer. Oh, wacht. Die kunnen we ook nog even allemaal meenemen. Wat meenemen? Even deze dingen. Hier bij een bord allemaal dingetjes pakken. Ik wil juist al die uitroeptekentjes weg hebben. Hey, de, hoe heet dat? Er was toch een soort naam daarvoor voor iemand die alles wilt hebben? Van, iets, hoe noem je ze weer, zoiets weer, wat jij hebt? Hoe je dat noemt? Ik weet even niet meer. Maar goed, laten we even, ik heb die quest ervan geselecteerd over de witch. Niet of dat niet? Ik weet. Zombie zone. Oh, misschien is het hier. Wat? Hier is iemand op een deur aan het kloppen, joh. Kijk, kom maar aan. Want dit stuk van de map is nog een beetje donker. Dus dat hadden we, konden we nog niet op de map zien. Nou, eens kijken wat deze heeft te zeggen. Weet ik voor alle player. Ietsje dichterbij dit. What's the matter? That brute Harun threw my sister Ida out of the village. She's a widow with two children, Yasmina and Jamil. They snuck under the fence to go after their mother. Yasmina came back yesterday, but Ida and Jamil are still out there. Please. Can you find my sister and nephew and bring them back? I'll do what I can. Where's the girl? In my house. She's hiding from Harun. She thinks he'll throw her out too. Maybe I'll talk to Harun. Okay, dan wil ik die quest wel heel erg graag gaan doen. Oh, je klopt op de deur. Ja, ik ga hem openbreken. Moeten we niet met dingen praten? Dat is hier. Oh, okay. Ik heb de slot bijna. Kom op, je kunt het. Als we toch twee kinderen kunnen redden, zou ik dat graag willen. Ja, zeker. Hallo, waar ben je? Er is niets. Even zakken maar. Er is niemand hier binnen. Wacht, daar. Nee, er is absoluut niemand hier binnen. Oké. Okay. He's not here. Oh. Well, you'd better go find him. Okay, er zijn wat witte punten in op de map tevoorschijn gekomen. Ik ga met hem praten. Where can I find Harun? Wat zegt hij? Ik ben niet bij je. We moeten bij elkaar. Hij zegt onder de brug. Onder de brug. Dat is die daar, denk ik. De brug? Ja, de grote brug. Okay, daar zo. Moeten we daar nou dus naartoe zwemmen, denk je? Ja. Oké, moeten we niet de quest selecteren om het makkelijker te maken? Doe maar. Oké. Waar is mijn mama? Where is my mommy? Denk ik. Where is my mother? Got it. Oké, ik heb de quest geselecteerd. En ik denk dat hij... Wacht. Hier is nog een spikkeltje. En is dat... Hieronder ofzo? Laten we eens met hem praten, wat hij zegt. Harun? Can't you see I'm busy? Why'd you force that woman to leave the village? You mean Ida? She's infected. All infected gotta go outside. Is that Gersel's rule? Some people don't want to make the tough calls around here. Well, I did. If Ida didn't want to get thrown out, she shouldn't have let herself get bit. Tough luck. Bad break. What about her kids? What about them? There's no answers in around here. I was doing them a favor so they wouldn't have to watch us hacking up their mum when she turns into a fucking monster. I'm starting not to like you. Hey, I'm not looking for trouble. You seem like a good guy. Have a nice day, okay? Okay, that's niet echt handig.